Wat mij altijd zo fascineert bij dit soort bijeenkomsten is dat wij dus allemaal hele goede voornemens hebben. Volgens mij hebben wij allemaal hele goede voornemens. En dan ben ik altijd zo benieuwd of er ook geanalyseerd is hoe het nou komt dat het tot nu toe niet gebeurde wat wij blijkbaar bijna allemaal willen. En ik denk dat daar de sleutel uiteindelijk ligt om te kijken hoe het in de toekomst ook beter kan. En dat zou te maken kunnen hebben met al die gemeenten die toch allemaal hun eigen woonwijkje willen hebben, hun eigen bedrijventerreintje willen hebben. Dat heeft ook wel te maken met die ruimtelijke bescherming van het Groene Hart heeft naar mijn idee gewerkt. Dat is misschien raar dat juist ik dat zeg. Maar als je kijkt naar een van de vorige rapporten van het toen nog Milieu Natuur Planbureau. Die hebben met een heel mooi kaartje aangegeven dat, Roos van mij zit te knikken, als je gewoon over heel Nederland kijkt, eigenlijk ruimtelijk gezien dat Groene Hart nog relatief goed beschermd is geweest. Het kan dus wel. Het moet alleen nog veel beter beschermd worden. En dat heeft mij dus wel verbaasd de afgelopen tijd, dat als iets nog net niet helemaal goed ging, misschien voor de helft goed ging, dat zoveel mensen, en dan ging het over het Groene Hart, dan zeiden, nou ja, dan kunnen we er misschien maar beter helemaal mee ophouden met die ruimtelijke bescherming, want het heeft nog niet goed genoeg gewerkt. Nee, ga dan kijken hoe je die ruimtelijke bescherming nog beter kunt maken. En op dit moment staat er bijna een premie op verrommeling. Dat zie je eigenlijk ook. En daarom mijn terughoudendheid als het gaat om die Oude Rijnzone. Niet omdat ik vind dat daar helemaal niet gebouwd mag worden, maar pas op voor premies op verrommeling. Want tot nu toe is het zo, als iets verrommeld is, ja jongens, dan kunnen we ook wel gewoon er gaan bouwen. Nou, dan weet je wat je voortaan moet doen, hè? Dan moet je het eerst laten verrommelen, want dan mag je er ook werkelijk gaan bouwen. Ik heb in het voorgaande al iets over de landbouw gezegd. Daar moet ik natuurlijk wel even bij zeggen dat wij dan wel hopen dat het een duurzame landbouw wordt. Want de huidige landbouw is natuurlijk niet duurzaam, maar is wel heel van groot belang voor het landschap. En zeker ook in het Groene Hart. En kan daar wat ons betreft ook geld van de samenleving voor krijgen. De huidige landbouw krijgt al veel geld van de samenleving, maar vaak gewoon voor de productie. Wat ons betreft kan de landbouw geld krijgen van de samenleving, dus dat is subsidiegeld, dat is geld uit Brussel, voor bijvoorbeeld het feit dat je hier wat meer in die natte aarde moet staan. En dus niet alleen maar voor streekproducten, maar ook voor eisen die de samenleving hier juist aan die landbouw stelt. Rood voor groen. Heel lang is gedacht als dat het een goede oplossing voor het groen zou zijn om rood daarvoor te laten betalen. Nou, dat is op zich nog niet zo slecht, mits dat op de schaal zo ongeveer van Nederland gebeurt. Want anders zou er ook weer een rare premie staan op veel bouwen, want pas dan kun je het groen beschermen. Ik ben blij dat het tot nu toe eigenlijk in de discussie heel weinig rol heeft gespeeld, maar de afgelopen jaren, juist als het ging over het Groene Hart, speelde dat natuurlijk wel een grote rol. Laten we de plannen van de Nepron bijvoorbeeld, laten we vooral die 15.000 woningen gaan bouwen, want die betalen voor het behoud en het verbeteren van het groen. Nee, zou ik dan zeggen, het is een taak van de samenleving om te zorgen, en dus belastinggeld in het algemeen, om te zorgen dat dat groen goed blijft. En natuurlijk kun je daar wel iets van alle bouwplannen aan mee laten betalen. Maar zeg nou niet vooral dat we pas het groen gaan behouden op het moment dat we eerst op stukjes hebben kunnen bouwen. Het haalt het karakter uit het gebied. Het maakt de weg vrij voor meer, daar ben ik echt van overtuigd. En het zorgt voor extra verkeersstromen. Hè. Al die verspreide bebouwing zorgt toch weer voor extra verkeersstromen. En heel eerlijk gezegd levert het natuurlijk ook weer niet echt veel woningen op. 15.000 werd wel eens over gepraat, nu wordt er over 35.000 gepraat. Uiteindelijk zijn dat er niet veel als je kijkt naar de totale opgave. En is het ons dan waard om zoveel van dit mooie gebied op die manier af te snoepen? Dit heet het bouwhuisdebat. We zitten bij de bouwers. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaan die bouwers dan wel doen? Ja. Wat mij betreft liggen er drie enorme uitdagingen. Allereerst is dat inderdaad dat vreselijke woord inbreiding. Zorg, hoe kun je nou veel meer in het bestaande bebouwde gebied kwijt?
En wat dat betreft sluiten wij ook vaak een pact met de bouwers, met de projectontwikkelaars. Want ook voor bouwers, projectontwikkelaars is het vaak veel interessanter eigenlijk om in dat bestaande bebouwde gebied te bouwen. Dat is uitdagender, je kan er vaak ook nog meer aan verdienen. Maar dan moeten wel die regels geslecht, dan moeten wel de geldstromen goed in die richting ook werkelijk stromen. Een tweede uitdaging lijkt mij de echte integratie van mobiliteit en wonen. En daar goed samen over nadenken. Het woord klimaatverandering is al een paar keer gevallen, maar dan als het gaat om de adaptatie. Wij maken ons als natuur en milieu voorlopig vooral druk over het proberen toch zoveel mogelijk te voorkomen van die klimaatverandering. Het verkeer is daar echt de allerbelangrijkste factor, want dat is de factor die nog toeneemt, waar de CO2-uitstoot echt nog toeneemt. Realiseren mensen zich volgens mij nog veel te weinig. En dan gaat het over auto's en dan gaat het over vliegtuigen. Maar als je nou nadenkt over Nederland, over 20 jaar, over 30 jaar, waar wonen we dan? Hoe bewegen we ons dan? Want mobiliteit is leuk. En hoe kun je dat zo geïntegreerd doen en dus ook meestal compact, want dan kun je meer zorgen voor openbaar vervoer, zodat dat ook op een klimaatvriendelijke manier gebeurt. Dat is de tweede uitdaging. En de derde uitdaging is natuurlijk, en daar zijn jullie ook druk mee bezig, zou nog wel meer mogen, de energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw. Nou, daar hebben we het verder vanmiddag niet over, maar dat is echt een enorme opgave voor de bouwers om te zorgen dat ook die woningen, want dat zijn er uiteindelijk 7 miljoen en dat is een stuk meer dan de nieuwe woningen die gebouwd worden, ook die woningen min of meer klimaatneutraal gemaakt kunnen worden. Dus er is in ieder geval genoeg te doen. Dat lijkt me mooi. Ik wou tenslotte nog heel even ingaan op gebiedsontwikkeling. Al was het maar omdat ik niet iedere middag de gelegenheid heb om met u in gesprek te gaan. Het is natuurlijk het mooiste wat er is. Met elkaar praten over wat er in een bepaald gebied zou moeten gebeuren. Maar ik wil toch eigenlijk voor drie aspecten waarschuwen. Je kan het doen, maar dan stel dan alsjeblieft wel als Rijk echt de opgave vast. Want het maakt heel veel uit of je uiteindelijk bijvoorbeeld 0 woningen hier wil faciliteren of 35.000 of nog veel meer. Stel dat vast en stel ook echt die randvoorwaarden vast. Dat is 1. Het tweede is toch die belangentegenstellingen. Ik zou heel graag willen dat alles kon, dat alles één grote win-win situatie was. Maar soms heb je echt te maken met belangentegenstellingen. En dan moeten er inderdaad keuzes gemaakt worden. En dan maakt het heel veel uit hoe sterk, hoe gefaciliteerd de mensen zijn die daar aan tafel zitten. En wij merken dat juist het milieu- en natuurbelang dan heel vaak het onderspit delft. En dat heeft gewoon met mensen, met facilitering, met geld te maken. Er zijn in sommige provincies zijn 60 gebiedsontwikkelingsprocessen. Nou, een milieufederatie of een natuur en milieu, die heeft daar eenvoudig de mensen niet voor. De bewoners willen daar natuurlijk best aan tafel zitten. Maar, en die hebben ook wel wat verstand van milieu- en natuurprocessen. Maar lang niet zoveel als sommige, bijvoorbeeld bouwers die daar aan tafel zitten of gemeenten. En voor je het weet, delft juist dat belang het onderspit. Dus graag, maar wel met deze kanttekeningen. Nou, laten we op naar de discussie, zou ik zeggen.